Welkom bij Topnames. De gast is Stef Galé. Stef, je bent van Nouncy. Ja, klopt. Wat doet Nouncy? Nouncy is een online tool om nieuws aan te kondigen en daarbij optimaal gebruik te maken van de mensen om jou heen en hun netwerken eigenlijk. Dus het probleem dat wij zagen is als bedrijven nieuws hebben, dan sturen ze een nieuwsbrief of een blogpost of zetten facturen online. En dat is vaak één iemand die dat doet. En wat wij proberen te doen is al die mensen die in die organisatie werken of die organisatie kennen of fans of investeerders, die hebben allemaal hele uitgebreide sociale netwerken tegenwoordig. En wat wij proberen te doen is die netwerken te gebruiken. Dus het is een tool om een hele gave aankondiging te maken. Iedereen kan het doen, het ziet er altijd goed uit. En daarna kan je mensen vragen van joh, help mij voordat die live is. Help mij om een tweet klaar te zetten of een Facebook post of erover te schrijven. En als je dan announce drukt, dan wordt je pagina gepubliceerd en gaan gelijk al jouw tweets en Facebook posts van al die mensen om jou heen, dus je hele organisatie en iedereen met goede netwerken, worden tegelijk gepublished, waardoor je eigenlijk een soort golf creëert. Ja, hey, maar vroeger hadden we daar die persberichten. Ja, je hebt even laten zien? Nee, wat ik wel interessant vind, is straks gaan we nog eventjes het testen en zo allemaal. Ja. Maar in jullie aankondigingen, wat je beschrijft wat het is, schrijf je: we got extremely frustrated sending email newsletters. Ja. Ik zei net al tegen Martinez, volgens mij is 80% van de bedrijven daar nog niet eens aan toe met het sturen van goede e-mail newsletters. Ja. En als je tegen mensen zegt van nou, Mailchimp en dat werkt goed en dan kun je goed je adressen beheren, noem maar op, dan kijken ze allemaal aan van waar heeft die man het over? En jullie zijn alweer extremely frustrated en komen alweer met de volgende oplossing. Ja, nou ja, e-mail is gewoon een oud, een ouderwets ding waar we aan vastzitten. We kunnen niet omheen. Maar ik denk dat iedereen de frustratie deelt dat je een inbox hebt met al die overload van nieuwsbrieven en reclame dingen. Want dat is de main driver voor jullie, dat je een alternatief voor wil. Ja, we begonnen met persberichten. Want we hebben hiervoor een bedrijf gehad, dat hebben we nog steeds, smart.pr. En dat is een tool om slimmer persberichten te versturen voor organisaties. Ja, maar echt voor professionals, hè? Ja, voor PR-professionals. En dat verkopen we aan PR-afdelingen van grote bedrijven. Dus die nemen dan jaarabonnementen. En UNICEF, KPN, dat soort Red Bull en zo gebruiken dat. En toen zagen we dus hoe organisaties zo'n persbericht verspreiden. En toen zijn we gaan kijken van dat gebeurt veel via e-mail. En toen zijn we gaan kijken van hoe kunnen we dat verbeteren? En hoe zou dat over 10 jaar eruit gaan zien? En stuur dan nog wel met e-mail. En toen zagen we ook die markt van al die e-mail nieuwsbrieven. Toen dachten we van is dat over 10 jaar nog zo? Dat is eigenlijk de vraag waar we vandaan komen. En we zeggen niet dat we nu met Nouncy dat gelijk vervangen. Maar wat we aan het doen zijn is kijken hoe nieuws verspreidt. En hoe gaat het over een lange tijd eruit zien. En één ding wat we hebben geleerd in ook smart PR en van veel PR-mensen om ons heen, we zijn zelf geen PR-mensen, we hebben veel geleerd van onze klanten, is dat je nieuws relevant moet maken. Dat is het belangrijkst. En of dat nou in een, je hebt Gmail, heb je die tabs van jouw nieuws. Ja, tegenwoordig filteren ze het, zet ze meteen onder een tabje. Ja, met het hele idee van wij gaan voor jou kijken wat relevant is. En als je dat doortrekt, Twitter doet het ook, Facebook doet het ook, die kijkt welke posts voor jou relevant zijn en waar. Maar dat zie ik toch helemaal niet in Nouncy. Ik bedoel, ik heb het net geprobeerd. Het enige verschil wat ik zie is één, jullie hebben een ongelooflijk gelikte manier om een heel mooi bericht te maken. Heel visueel, ziet er fantastisch uit. Vervolgens is het geen nieuwsbrief meer, maar het is een URL. En vervolgens gebruik je sociale netwerken en als je dat wilt, e-mail om die URL te pushen. Zo werkt het toch? Ja. En het idee is om het naar online te brengen uit de mailbox. Dus een webpagina van te maken. Ja. En nu kan je nog een e-mailversie ook sturen naar mensen. Dan wordt er gewoon een e-mailversie van je naam ingestuurd. Maar daarin wordt het toch niet relevanter dan andere dingen? Wat we proberen te doen is: nieuws wordt relevant van jou, voor jou als mensen om jou heen daar veel over praten. Dus wat wij proberen te doen is mensen in de targetgroep die jij interessant vindt, daar moet je mensen over jouw nieuws laten praten. Dus je moet die mensen vragen van: hey, kan je een tweet klaarzetten en een Facebook post? En als je die allemaal in een korte tijd eruit stuurt, dan wordt het relevanter in dat netwerk. En dan kom je dus bovenaan op de juiste plekken, in de juiste streams.
Dit is een eerste hele kleine stap. Want we dachten van ja, we moeten eerst dus zorgen dat mensen die niet eens een nieuwsbrief kunnen maken, dat die wel een webpagina kunnen maken. Dus die willen wel een heel groot bereik hebben natuurlijk. Een e-mail opstellen is om dat mooi te doen, dat is toch lastiger dan een webpagina maken. Omdat e-mail HTML uit 1995 heeft. Dus hebben wij een editor gemaakt waarmee je zo makkelijk mogelijk een hele mooie pagina kan maken. En als je dat online doet, dan heb je ook al die restricties van e-mail niet meer. Dus je kunt video gebruiken. Misschien Martine, moet ik het even laten zien? Ja, laat mij zien. Martine, misschien kunnen we even met mijn scherm meekijken. Want ik heb net voor de uitzending echt, nou ja, jij hebt het gezien, echt letterlijk in anderhalve minuut. Ja. Een Nouncy gemaakt. Dus ik heb deze foto erin gehangen en ik heb als kop gezegd, nou, steek al gebruik Nouncy. En dat we een succesvolle roadtrip, nog een tekstje en nog een foto. Die heb ik niet gezien. Dat is een Erwin trouwens foto. Nog nooit gezien had. Dat is wel grappig. Ik kan dan klikken op Announce. Ja. En dan zeg ik van, nou, share maar op Twitter. En dan zeg ik een nieuwsbrief van Blom. Oh nee, hoe heet het ook weer? Stekel en Van der Blom? Ja, Stekel van de Blom. Ja. En doe ik even hashtag FMT, dan kan iedereen krijgt hem erbij. En dan zeg ik send tweet en dan is hij verstuurd. Ja. Zo simpel is het. Ja, dat is de eerste stap. Nu staat het online en nu kunnen mensen delen. Nou, je hebt veel volgers, dus er zullen veel mensen het nu al zien. Maar de kunst is ook voor veel bedrijven en organisaties die nog niet veel volgers hebben, is mensen met wel veel volgers erover laten praten. Dus dan kan je vragen. We hebben daar nu een eerste versie van om dat te vragen. Rechtsboven staat dat denk ik. Ask your network for help. Ja, try me. En dan kan je vragen aan mensen. Oké. Ja. En nu is het nog zo dat je eigenlijk vraagt om een tweet te sturen. En dan krijgen ze een mailtje en dan is het heel makkelijk om een tweet te sturen. Maar wat we nu aan het bouwen zijn, is dat je dat klaarzet en in één golf dat eruit gooit. Dat je een bepaalde schedule ook, zeg maar. Ja, dus je schedult eigenlijk met z'n allen tegelijk. Schedult je een hele zooi tweets en Facebook posts en LinkedIn posts. En dan gooi je dat er allemaal tegelijk uit, waardoor het dus een nieuwe vorm van spam wordt. Ja, maar ja, je moet het dus alleen doen met mensen die bereid zijn om dat te versturen. Ja. En spam wordt op social media, als het goed is, eruit gefilterd. En dat is het mooie aan social media ten opzichte van e-mail. Ja. Dat als het echt niet relevant is voor jou, dan ga je het ook niet zien. Hey, ga jij dan die mensen helpen? Want hoe het bij social media natuurlijk ook gaat, zeker als je aardig wat volgers hebt, aardig wat vrienden op Facebook, de tijdlijnen gaan snel. Ja. Dus iets kan wel één keer langsgekomen zijn, maar je hebt het ook alweer weer gemist. Hoe ga je mensen helpen? Ja, om een stroom op gang te krijgen. Dat lijkt mij. Ik denk dat ze mij een paar keer moeten versturen. Wil het? Je kan denken aan een soort buffer-achtige. Kennen jullie Buffer? Dat is een app om eigenlijk al je posts, die zet je klaar. En die worden dan over de juiste tijd worden die verstuurd op Twitter of Facebook. Ja. En zij kijken met een algoritme naar wanneer het de juiste tijd is om het te versturen. Voor jou. En wanneer de meeste volgers online zijn. Dat er de juiste tijd tussen die tweets zit. Nou, zoiets zou je ook kunnen denken, maar dan voor een groep. Want ons idee is dat al die mensen hebben netwerken en die moet je gebruiken. Ja. Hey, maar zie je het? Je zei van wat je met smart PR, zeg maar, deed dat nog heel erg op de persberichten. Ja. En ik denk inderdaad, als je een nieuwsbericht hebt, wil je nog steeds graag dat de belangrijke media ook over je schrijven. Ja. Wil je dat hier ook mee vervangen? Of zie je dit als een ander type berichten wat je via jullie gaat doen? Nou, we zien het eigenlijk ook als een groot experiment. Dus we hebben het eigenlijk open gehouden. Dat zie je ook aan onze site. We zeggen niet heel veel van echt hier is het voor. We zeggen een tool om nieuws aan te kondigen. We proberen het open te houden waar het voor is. En nu na die lancering, iets meer dan een maand geleden, zien we dus het door allemaal mensen toegepast worden op verschillende manieren. Wat zeggen ze eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, het is ook gewoon een makkelijke manier om een eenvoudige website te maken. Ja, en je kan je cv erop zetten, wat veel mensen hebben gedaan. Je kan recruiting ermee doen. Dus het is vaak ook een snelle manier om een websiteje te doen. Maar altijd voor ons met een manier om iets te verspreiden, om nieuws te verspreiden. Ja, maar het is eigenlijk ook een manier om wat iedereen eigenlijk nu handmatig doet. Dus op het moment dat jij iets publiceert, dan mail ik stuur Erwin altijd even een berichtje, want hij heeft heel veel volgers. Retweet eventjes die, ja. Weet je wel, dat soort dingen
Wat iedereen eigenlijk al doet, ja. Dat maken jullie heel makkelijk in een interface. Dat zeg ik, ja, we maken het aan de ene kant makkelijker en aan de andere kant effectiever, doordat je het met z'n allen tegelijk verstuurt of over een bepaalde tijdsperiode. En we zien dat mensen het al doen en veel organisaties doen het. Van hey, ik heb een persbericht online gezet. Kan je het even liken of kan je mijn post even liken of kan je dit even retweeten? Ja. En dan zie je dat mensen toch een te grote drempel vinden om te doen. En dus dat proberen we ook weg te nemen. Dus dat het heel makkelijk is. Je krijgt een mailtje of een DM'tje. Er staat een link in. En dan kom je op die Nouncy. Dus dan zie je al wat het bericht is. Maar die is nog niet live. En dan kan je dus posts gaan klaarzetten. Zullen we nog even naar het filmpje ook kijken? We hebben 1 minuut filmpje, als het goed is. Martinus? Hi there. Let me tell you about Nouncy. At Nouncy.com, you can transform your announcement into an amazing web page by using our extremely simple editor. You can choose between the text-based format, which you're looking at now, or our slideshow format, where you can publish a series of full-screen images with captions and links. We'll stick to the basic format for now. Watch your story come to life by adding images, videos, other types of visuals, and by formatting your texts. Hit publish, and your news is online and there for the world to find. Send notifications to your subscribers to make sure your loyal fans don't miss your amazing news. Create a ripple effect by inviting people in your network to help you boost your Nouncy. You can even see who of your colleagues, employees, or friends has the largest reach. It's that simple, so why not give it a try? Hey, hoe ga je hier geld mee verdienen? Dat niet. Nee, grapje. Dat gaan we... Wil je niet? Waarom zou je dat willen? Ja, nee, ik vind het tegenwoordig niet belangrijk meer. Nee, dat is bij startups de laatste zorg. Nee, dat... Nee, wat we... We zien veel gebruikers en veel bedrijven die het zouden kunnen inzetten. En die bedrijven hebben vaak iets meer eisen dan individuen. En die eisen zijn vaak iets meer branding. Of naar veel meer mensen een e-mail sturen of update sturen. Of veel meer mensen een tweet laten klaarzetten. Dus daar gaan we paid accounts voor maken. En het blijft even laagdrempelig. En je kan gewoon altijd gratis beginnen. Je kan zelfs zonder te registreren beginnen. Maar als je wil publiceren, dan moet je even registreren. En als je dan meer features wil, zoals je eigen logo of je eigen lettertype of je eigen kleuren... Dan moet je even een betaalde account aanmaken. Ja, en is dat is nu toch nog niet of wel? Nee, nu zijn we echt aan het kijken hoe mensen het gebruiken. En daar gaan we uit kiezen wat wij de coolste use cases vinden. Ja. De meest interessante. In de volgende iteratie gaan we iets meer sturen naar... wat wij dan meest interessant vinden in nieuwsverspreiding eigenlijk. Hey, je zei van we zijn gaan kijken hoe dat er over 10 jaar uit zou zien. Ziet het er zo over 10 jaar uit volgens jou? Nee, alleen het principe dat nieuws relevant voor jou moet zijn. En onafhankelijk van welk kanaal, dat het relevant voor jou wordt zodra mensen om jou heen erom praten. Want die mensen om jou heen die jij kent, die zijn niet voor niks. Mensen zijn altijd een soort van... Dus dat smart beer bedrijf van je, dat heeft gewoon geen... Dat is eigenlijk ten dode opgeschreven. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat je nog steeds bij journalisten moet blijven pitchen. En dat bedrijven die officieel nieuws naar buiten brengen... altijd nog baat hebben bij een persbericht. Maar Smart PR innoveert natuurlijk ook mee. En die heeft ook andere kanalen. Daar kan je ook een online versie van je persbericht maken. En dat kan je ook online verspreiden. Dus dat innoveert gewoon mee. Alleen waar Smart PR op gebouwd is ook veel relatiebeheer. Dus wij hebben gezegd dat... of uitgevonden dat in PR het belangrijkste is de relatie met de journalist. Mm-hmm. Dus die kan je heel goed bijhouden. Het is een soort CRM-systeem voor jouw journalistcontacten eigenlijk. En daarnaast zit er een database aan vast met alle journalisten in Nederland. Dus dat blijft ook gewoon relevant en een relevante manier om je persrelaties bij te houden. Wie zijn jullie concurrenten? Voor Nouncy? Ja. Er zijn veel verschillende soorten concurrenten. Er is niemand die echt dit doet, maar je hebt... Check This bijvoorbeeld. Ja. En Smore, dat zijn allemaal online flyer diensten. Dus dan kan je heel makkelijk een soort online pagina maken.
En TAK is er ook één, T-A-C-K-K, geloof ik. Nee, ik ken het niet. Dat zijn eigenlijk een beetje een soort gelijke diensten en daar zitten wij tegenaan. Alleen wij hebben heel duidelijk de use case om nieuws naar buiten te brengen via bestaande netwerken van mensen om je heen. Daarnaast heb je Thunderclap. Dat is weer een manier, dan maak je niet echt een pagina, maar dat is weer een manier om dingen, om posts klaar te zetten. En als je dan, je hebt één post die je met een groep wil verspreiden. En als je dan rond de target voor jou komt, stel je zegt 250 mensen die moeten mijn bericht backen, dat is mijn target. Als je dan die target haalt, die 250, gaan gelijk al die 250 tweets staan. Nou, dat is het verspreidingsmechanisme met andere mensen, waar een beetje concurrentie in zit. Verder merken we dat veel mensen gewoon nog met MailChimp werken, wat ook gewoon een hele goede tool is. Dus daar zitten we ook een beetje tegenaan. Zelfs Gmail. Het zit in alle kanten. We zitten in een heel druk gebied. Ja. Hey, en je vertelde net al, jullie hebben nog een ander product, Smart PR. Daar zijn jullie sinds 2008 al mee bezig. Gaat dat zo goed dat jullie allemaal lopen te vervelen en dat je dacht van, goh, we gaan nog eens wat ernaast doen? Of hoe werkt dat? Loopt het voor mij meter? Dat kan natuurlijk ook. Dat loopt heel goed, juist. dat gaat heel goed. Hè? Dat loopt echt goed. En daar zijn we in 2008 mee begonnen en toen studeerden we allemaal nog. En op een gegeven moment ging dat heel goed. We zijn eigenlijk begonnen als Nightlife Guide. Dat is weer heel iets anders. Nightbee.nl bestaat niet meer. Ik heb het ook niet. En toen studeerden we nog en toen ontvingen we heel veel persberichten. En we verstuurden veel persberichten namens clubs en zo. Ja. En toen dachten we, ja, die nightlife scene, daar gaan we niet echt een boterham in verdienen. Want het ene moment is een club hip, het andere moment is het weer, is weer weg. Maar dit persbericht is wel interessant. Dus we gaan eens kijken hoe bedrijven persberichten versturen. En toen hebben we een tool gemaakt die dat faciliteert en die pijnpunten, die de belangrijkste punten pakt. Dat ging goed. Dus het eerste jaar hadden we 40 klanten en nu zijn het er 250, meer dan 250. En vooral op de grote hebben we nu gericht. Mm-hmm. Dus UNICEF en Raad van State gebruikt het ook, geloof ik. Of weet ik zeker. Dat ging op een gegeven moment goed. En toen dachten we, we willen eigenlijk kijken, dus waar gaat dit heen op lange termijn? Maar dan willen we in die innovatie willen we niet vastzitten aan de huidige manier waarop PR-mensen werken. Want dan gaan onze huidige klanten gaan de hele tijd vragen, ja, we willen die feature, want die hebben we echt nu nodig. Dus we hebben het opgezet onder een andere naam. En zijn we eens gaan kijken, ja, hoe verspreidt nieuws en hoe zouden we dat online kunnen doen? En daar komt Nouncy vandaan. Ondertussen ging SmartPR ook nog heel goed. En toen dachten we, ja, hoe gaan we dit alle twee doen? Want we vinden het alle twee echt heel gaaf. En toen hebben we een nieuwe directeur gevonden. Gewoon een jongen van onze leeftijd uit ons netwerk, die wilde graag meedoen. Die is samen met Martijn, dus we zijn SmartPR met z'n drieën begonnen. Die is samen met Martijn SmartPR naar een volgend level aan het gaan trekken. Van een studenten, leuke start-up naar een professionele organisatie. En Tim en ik zijn samen met twee nieuwe programmeurs Nouncy gaan doen. En dat hebben we apart gefinancierd. Dus we hebben een hele kleine ronde gedaan vorig jaar. Voor Nouncy? Hoeveel geld zit daar dan nu in? We hebben 100.000 opgehaald. Okay. Met drie hele goede angels. Ja. En we hebben gekeken naar wie kan echt iets bijdragen. Daarmee zijn we dus gewoon wat experimenten gaan doen en gaan kijken hoe gaan we dat doen. En vooral die editor heeft veel tijd gekost. En nu zijn we heel erg gefocust op de manier waarop nieuws verspreid online in kaart brengen. En daar coole nieuwe mechanieken in vinden. Ja, ik vind het altijd toch wel interessant, want je zegt dat weer met een achterloosheid. Van ja, we hebben een ton opgehaald. Terwijl iedereen weet dat het hartstikke lastig is om met name in die beginfase angels te vinden die je willen helpen om een tijdje te experimenteren. Want dat is eigenlijk wat je moet doen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Eigenlijk op voor ons was het makkelijker. We hebben SmartPR helemaal zelf gefinancierd. Yeah. En daar hebben we echt voor krom gelegen, maar we studeerden nog. Yeah. Dus een deel studiefinanciering en een deel de drie F's, Fools, Family, Friends. Ja, dus daar gaat de studiefinanciering tegenwoordig heen. Als het mooie dienst oplevert.
Wel afgestudeerd en, trouwens? Ja. Dat was wel lastig naast een bedrijf runnen, een master. Ja. Maar goed, daar heb je voor krom gelegen. Ja, en toen, maar daardoor hebben we wel laten zien van we kunnen dus een bedrijf bouwen wat geld verdient. En we weten hoe belangrijk het is om ook commercieel te denken naast dat je gewoon alleen maar mooie dingen wil maken. Ja. En doordat we dat hebben laten zien en dat gewoon een goede omzet draait, durven die investeerders ook ons te geloven als wij zeggen dat wij een goed nieuw idee hebben. Ja. Maar ja, aan de andere kant is het wel weer gewoon opnieuw beginnen. En weer afwachten. Ja, weer afwachten. Ja. Oké, hartstikke goed. Ja. Nou, mooi dat jij weer een nieuwe site live hebt gezet vanavond. Ja, nou, ik complimenten voor de gebruiksvriendelijkheid, want het werkt echt als een tierenlier. En we blijven het volgen en ik ben echt ontzettend benieuwd hoe het er over een jaar voor staat. Dank je wel. Dus als je dan nog weer een keer wil komen vertellen, heel graag. Heel graag. Oké, top. Dank je wel. Dank voor het kijken. Dank Streamzilla die ervoor zorgde dat de stream bij de live kijkers thuis kwam. En als je niet live kijkt, dan kijk je via onze website of via YouTube. En dan weet je dat daar ons complete archief. Ik denk dat de volgende gast, Maurice de Hond, onze allereerste gast eigenlijk ongeveer wel was. En dat zal op 1 juni geweest zijn. 1 juni van 3 jaar geleden. Ja. Dus zo direct gaan we met Maurice verder. Toen had hij iets over scholen en iPads. Nee, en toen nog niet denk ik. Nee? Wel. Nee, dus later ben ik een keertje over de school geweest. Volgens mij hadden we toen Robert Gaal. Ik denk dat we Robert Gaal hadden. Over toen nog bij Wakupa volgens mij. Nou goed, die heeft inmiddels ook alweer allerlei andere stappen zelf gemaakt. Zelf ook maar een archief in Duitsland. Ja, wat hebben we ook alweer gedaan. Met wie hebben we ook daarover gesproken. Goed, maar straks gaat het in ieder geval wel met Maurice over de Steve Jobs school. De voormalige iPad school. Of misschien heet het nu al wel weer anders. Maar dat gaan we zo direct van hem horen. Bedankt voor het kijken. Blijf kijken als je live kijkt. En kijk je on demand. Duik in de archieven. Dag. Yeah.